Hoe komt het dat uitlaatgassen steeds schoner worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Als je op een koude winterdag je auto aanzet, dan zie je deze wit-grijze uitlaatgassen. Gelukkig hebben we een autocatalysator, want anders. Dan zou deze uitlaatgassen niet wit gras zien, maar bruin. En hoe komt dat? Dat komt door deze, dit voorwerp, een autocatalizer, gekocht bij de schroothandelaar voor 40 euro. Wat doen we? We plaatsen dit tussen de motor en de uitlaatpijp. En hier worden giftige gassen, die komen van de motor, gereinigd. Dus zien moleculen, die giftige gassen, die gaan hier door worden gereinigd en hier hebben we dan dus de niet-schadelijke stoffen. Nu, als je dit zou openbreken, dan zie je iets heel anders. Dan zie je deze structuur verschijnen. Een soort van honinggraat. Een honinggraat waar je kunt doorkijken en hier gebeurt het eigenlijk. Dus hier komen die giftige, schadelijke gassen, die worden hier doorgetrokken en die komen dan hieruit. Nu, wat doet het eigenlijk dan? En welke giftige gassen zijn het dan? Dat zijn drie moleculen die van belang zijn. En dit zijn de drie moleculen waar we moeten proberen vanaf te geraken. Laten we beginnen met dit molecuul. Moleculen met een zwarte bol en een rode bol. Rood zuurstof, zwart koolstof, koolstofmonoxide. Giftig, kleurloos, geurloos. Het tweede molecuul is er eentje met blauw en rood. Blauw, stikstof, rood zuurstof, stikstofmonoxide. En als je er twee aan hebt, stikstofdioxide. Wel, gewoon als opmerking, atomen en moleculen hebben geen kleur, we geven ze een kleur. Nu die moleculen, die proberen we dus om te zetten, af te breken. Nu stikstofoxide kleurloos, giftig. Stikstofdioxide, giftig, smookvormend. Dat is molecul dat die bruine kleur geeft aan de uitlaatgas. Dus deze moleculen die willen we omzetten. En die willen we omzetten in iets dat niet schadelijk is. En dat zijn deze drie moleculen. Stikstofgas, water en koolstofdioxide. Nu, wat gebeurt er nu eigenlijk in deze buis? Hoe is het nu eigenlijk mogelijk dat hier dit gebeurt. Maar om dit uit te leggen, moet ik dus eerst vertellen wat een katalysator is. Een katalysator is een stof, dit, die we aan een reactie met deze moleculen gaan toevoegen die die reactie versnelt. Dus die moleculen schalig, worden veel te snel omgezet tot niet schalig. En die na reactie, dit, onveranderd wordt teruggevonden. Maar hoe kan dat dan? Hiervoor heb ik het volgende filmpje. Dit is een auto en we gaan nu op reis naar Italië. En we gaan de Alpen over. Wat heb je hier? De berg. Zonder katalysator moet hij over een berg. Zonder katalysator, met katalysator kan hij doorheen een tunnel. Het is wel duidelijk dat die met katalysator veel sneller aan de andere kant is van de berg. Zonder katalysator kost het je veel energie activeringsenergie van de reactie, met katalysator, hebben we dus een alternatief pad, de tunnel, en gaat het dus veel sneller, veel gemakkelijker. Dus die moleculen, op een of andere manier, kunnen dus veel gemakkelijker reageren wanneer we ze in contact brengen met die katalysator. Nu, dan kun je je afvragen, als je het filmpje nu hebt, met die auto's, ja, hoe zit dat eigenlijk met zo'n, hoe werkt het dan? Ja, daar moet ik iets voor gaan uitleggen. En het is oppervlaktechemie. En als je denkt oppervlaktechemie, wat is dat? Ik pak mijn schoen, hier op de vloer, wrijf ik, dan heb ik vast vast. Als ik een oplossing heb in mijn hand, water, heb ik vloeistof vast. En hier in mijn gezicht, met de lucht, heb ik gas vast. Ik wil er wel voor zorgen dat. Heel veel, van die heel veel van die schadelijke moleculen moeten we omzetten. Dus moeten we een heel groot oppervlak kunnen maken. Dus moeten we ervoor zorgen dat in die monoliet, in die honingraatstructuur, er heel veel oppervlak is. Dat ga ik proberen uit te leggen aan de hand van een plaat. We gaan nu inzoomen op de wereld van atomen en moleculen. En hier heb ik een plaat. Een plaat van. Hou je vast? Vier nanometer, maal vier nanometer. Nu, nanometer een miljardste meter. Dat is dus heel klein. Maar je kunt ook voorstellen als als ik nu de afstand neem van hier Amsterdam naar New York, en ik doe daar één miljardste van, dan heb ik 5, ongeveer 5 millimeter. Dus dat is vier nanometer ongeveer twee centimeter van de afstand van hier tot New York. Dat is dus heel heel klein. Nu als je hier die moleculen gaat over laten gaan, ja dat gebeurt eigenlijk niet zoveel. Dus dit is deze monoliet En hier zit een alumina washcoat op zoals dat noemt. En dat heb ik hier voorgesteld met die rode en die grijze bollen. Ja, als je dat hier laat reageren dan gebeurt er eigenlijk, ja, niet veel. Dus we hebben iets anders nodig. En wat we nodig hebben is zo'n bol. En deze bol is een uh, metaalbol, een platinumbol. En hier gebeurt het. Die bol is één nanometer, een miljardste meter groot. Het bestaat uit platinum, 55 atomen, dat zijn allemaal atoombollen, platinum. En hier gebeurt de actie. Dus laten we eens terug eens beginnen met het moleculen koolstofmonoxie. Dus dat is de boosdoener, of een van de drie boosdoners in uitlaatgassen van een motor. Dus wat hier nu gebeurd is, is dit molecule, dat molecuul dat nu hier botsen, 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 nog eens botsen. En op een gegeven moment blijft hij plakken. Dat plakken noemen we absorberen. En dan is er nog een ander molecuul dat we nodig hebben, zuurstof. En dat gaat ook botsen, 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 plakken. Dan gaan die reageren met elkaar en dan maken we koolstofdioxide. En dan plakt het niet meer en gaat het eraf. Terug naar mijn definitie. De definitie van een katalysator is een stof die een reactie versnelt en die na reactie onveranderd wordt teruggevonden. Dus dit molecuul reageert, reageert, maakt CO2 vrij. Dus ik heb terug mijn oppervlak beschikbaar om terug te gaan reageren. En om terug te gaan reageren. En we maken zo'n dus katalytische cyclus waarbij elke keer dit oppervlak terug beschikbaar is voor deze molecuul om te reageren. Dat is dus een katalysator. Nu kun je je afvragen en denken van, oké, okay, goed, ik heb die bol. Platinum is duur. Als alle auto's zouden uitgerust zijn met een autokatalysator. en we zouden aan elke mens op aarde een auto geven, dan is de vraag of we voldoende platinum hebben om allemaal dit te kunnen doen. Dus moet je ervoor zorgen dat die bol heel klein is. Dat je eigenlijk probeert te verzorgen dat je die bollen, die, 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 dat deeltje, dat platumdeeltje, dat heel klein maakt. Kleinere, kleinere, heb je heel veel aan de buitenkant. Deze heeft 55 atomen, deze bollen. En er zitten er 13 aan de binnenkant. Dus dan zou je kunnen zeggen van weet je wat? Dan nemen we er gewoon één platenbol en zetten we het heel vol met die platenbollen. Maar dat gaat ook niet werken, want zoals je ziet, die heeft hier kantjes. Hier een vlak en hier een vlak, en hier heb je hoekjes. En dat wil zeggen, die hoekjes en die kantjes die reageren goed. Dus je moet ervoor zorgen dat je wel de bolletjes klein houdt, maar wel dat je goede kantjes en vlakjes hebt. En je zou kunnen zelfs denken: van, misschien is deze wel beter. En deze is nog beter. En dus gaan katalytici op zoek naar niet alleen de bol met de juiste grootte maar ook met de juiste vlakjes, om ervoor te zorgen dat die moleculen op de beste manier reageren. Nu, dat is als ik deze reactie van koolstofmonoxide probeer uit te beelden. Maar we hebben er nog één. Want we moeten van die bruine dampen vanaf. We moeten ervoor zorgen dat we stikstofoxide kunnen afbreken tot stikstofgas. Nu, dat zou je kunnen doen... Door bijvoorbeeld te denken, kijk dit stikstofmoleculen, stikstofoxide moleculen, heb je zuurstof, stikstof, en je zou dit dus ook hier bong uh, bong bong bon, reageren of adsorberen, en dan heb je dit zuurstof, en dan zou je kunnen laten reageren. Nu dat is een probleem, want die twee, die vormen stikstofdioxide, en dat is dat bruine dat je niet wil hebben aan de uitlaat. Dus als we dat willen doen, dan moeten we eigenlijk die zuurstof niet gebruiken. Dus bij CO hadden we de zuurstofmoleculen nodig, bij NO gaat dat dus niet lukken. En dus moeten we, dit was een oxiderende reactie, Nu moeten we iets hebben dat kan reduceren. CO, koolstofmonoxide. En wat nu gebeurt is, die twee moleculen gaan hier op, reageren en maken stikstof. En CO2. Nu, dat is een... wel iets ingewikkeld, want wat je hebt is eigenlijk een reactie waar je zuurstof bij nodig hebt, en eentje waar je geen zuurstof bij nodig hebt. En dan moeten je dus proberen op diezelfde bol te doen. Dat moeten dus kunnen controleren. Dat betekent dus dat je op een of andere manier in staat moet zijn om die zuurstof te kunnen meten en te controleren. En wat ze dan doen is dan pak je zo'n zuurstofsensor. En die zuurstofsensor die ga je dan net voor deze uitlaat, deze katalysatorplaat. En ga je dus meten de zuurstof, dit molecuul. En als je dat doet, dan kun je ervoor zorgen dat die twee reacties, de ene met koolstofmonoxide, het giftige, kleurloze, geurloze gas, dat je dat kunt afbreken. En naar het andere dat je kunt zorgen dat je stikstofoxide, die verantwoordelijk is uiteindelijk voor de bruine damp of gassen, dat je die kunt verwijderen. Maar als je een sensor hebt, dan heb je een computer. Dan heb je software. En dus kun je iets gaan sturen. Of iets gaan schoemelen. Dus wat kun je doen? Stel nu eens dat je zegt, ik wil ervoor zorgen dat mijn motor maximaal rendement, dat ik maximaal gebruik maak van mijn brandstof. In dat opzicht, dan zorg je ervoor dat je al je koolstofmonoxide weg hebt. Volledige verbranding. Maar als je dat hebt, dan heb je dus geen CO, koolstofmonoxide, om je tweede reactie van je stikstofoxide te doen. Dus als je heel zuinig wil rijden, dan moet je zodanig je motor inzetten, instellen, zodat je ervoor zorgt dat je veel koolstofmonoxide weg hebt. En dat betekent dus dat je stikstofoxide blijft doorheen de uitlaatpijp gaan. En hier zie je dus hoe je kunt gaan spelen door de concentratie, door de manier waar je motor instelt, hoe je dit kunt gaan doen. En dat brengt me bij de uitvinding van de autocatalysator. De autocatalysator is uitgevonden door Eugene Houdry, die voor de eerste keer zo'n prototype gemaakt heeft. Deze man is hier afgebeeld. In de jaren 50, begin jaren 60. Deze man heeft niet meer meegemaakt dat zijn uitvinding toegepast werd. Het was heel moeilijk om in het begin het geland te krijgen. Het was pas pakweg 1970 dat de overheid, wij als mensen, vonden van we moeten iets doen om ervoor te zorgen dat we. Onze luchtkwaliteit gaan verbeteren. smookvorming oplossen. En sindsdien gaan autofabrikanten en katalysatorfabrikanten of producenten hand in hand om ervoor te zorgen dat ze betere, nieuwe katalysatoren kunnen vinden. Om ervoor te zorgen dat de uitlaatgassen proper en schoner worden. Dus dat brengt me bij de vraag van dit college. Dus hoe komt het dat het steeds schonere uitlaatgassen kunnen maken. Dat is omdat katalytische in staat zijn om te spelen met moleculen op oppervlakken, in staat zijn om te bepalen wie is nu het beste, wie kan dit nu het beste doen om die moleculen om te zetten. En door dat te gaan toepassen en om betere en nieuwe katalysatoren te maken, zijn we in staat om het probleem van uitlaatgassen meer en meer of beter op te lossen. In het volgende college ga ik jullie vertellen hoe het komt dat we steeds moeilijker benzine kunnen maken uit aardolie.